We staan hier op het terrein van Drift Festival en het is ontzettend leuk hier. Iedereen is aan het genieten en aan het dansen en het stroomt alleen maar voller en voller met mensen. En dat is niet alleen voor de sfeer, maar ook voor de line-up. Want vanavond treedt op Ben Sims en wij zijn daarbij. Ja, het bier is binnen en hoe is de sfeer hier? Oh nee, nee. Ja, lekker. Is dit de eerste keer dat je op Drift bent? Nee, ik ben al een paar keer geweest. Wat betekent Drift voor jou? Lekker genieten, dansen, ontspannen. Jij bent al lekker aan het dansen? Ja. Is dit je eerste keer op Drift? Nee, het is niet mijn eerste keer, nee. Hoeveelste keer? Derde keer, ja. En waarom moeten mensen naar Drift? Ja, kijk maar om je heen. Goeie sfeer, gezellig. Het is alweer de vierde lente-editie. Wij organiseren ook nog in de herfst een editie, dus nu zijn het 7 edities achter elkaar. Dit is het 4e jaar dat wij hier eigenlijk dit terrein tot ons beschikking hebben om een heel mooi festival voor jongeren te organiseren. Wat betekent Drift voor jou? Helemaal lijp gaan. Wat is zo mooi aan Drift? Het gevoel, de mensen, het sfeertje, locatie. Dat is wat meer underground, techno en zo, dat soort dingen. En niet de standaard DJ's die je overal ziet. Dus dat is wel heel vet. Het is wel steeds heel vernieuwend en zo. Ja, super vet. Ook gewoon in een industrieterrein. Gaaf. Dat is een bepaalde muziek. Hoe moet je daarop dansen? Dan moet je eigenlijk je hand gewoon tegen je hoofd zetten. Ja, en dan gewoon zo. Op de muziek gewoon met de voeten. Zo? Ja. En dan de voeten zo bewegen. En dit is de eerste editie waar het samen muziek ook kunst ontmoet. Wat vind je daarvan? Oh, daar heb ik nog niks in. Wat ben je hier aan het maken? Ik ben hier lekkere biologische hamburgertjes aan het bakken. En worden die al veel gegeten op dit uur? Jazeker. Het begint nu lunchtijd te worden, hè? Dus het gaat nu lekker grazen. Zometeen lekker biertjes drinken. Oh, er gebeurt wat. Ik moet doorbakken, anders krijg ik ruzie met de baas. De zon is inmiddels bijna onder en achter mij hier op Drift gaan we eindelijk luisteren naar Ben Sims. Waar zijn jullie van? Wij zijn van Space Candy. Space Candy. En wat is dat? Space Candy is een mobiele theatrale verkoopact. Wij verkopen alles met ledverlichting, knettersnoep en smaaksensaties in de mond. En dat moet je, ervaren. Oké, okay, wat moet ik doen? Is, je gaat je mond achterover houden. Ik gooi er wat in en je houdt je mond open. Ga niet kauwen en niet slikken. Mond dicht. Het is erg zuur, hè? Een soort citroen. Een grapefruit. Ja, ik hoorde net namelijk dat er cupcakes waren en dat ze ontzettend lekker waren. En ik dacht, cupcakes? Ja. Dit is wel de place to be voor je cupcake. We hebben echt, er staat niet zo heel veel meer, maar... Welke is dan het lekkerst? Oké, ik ga een stroopwafel cupcake eten. Ik vind hem lekker. Hoe ga ik dit eten? Oké, poging 2. Ik vind ze allebei lekker. Rick, je moet ook even proeven. Ah, kijk, daar hebben we onze... Ook de nachtburgemeester. De nachtburgemeester. Nachtburgemeester. Jij bent ook van de wc's? Ja, ik ben ook van The Place to Be. Dat klopt. Dus je danst en je lacht en je maakt het place schoon? Ja, klopt. En ik luister naar ieders gezeik. Heb jij al een cupcake gehad? Wil je een cupcake proberen? Oké. Wij hebben een superleuk feestje gehad. Ik weet niet hoe jullie het vonden, maar ik hoop dat jullie hierbij een beetje hebben kunnen meekijken hoe het hier was. Tot volgend jaar. Bedankt. En hoe heet je? Elkie. Bedankt, Elkie.